goed is, beginnen we nu met het als eerste, dus met de zaak Robert van Trikt. Meneer Lewin, bent u aan de lijn? Ja, goedemiddag. Ja, goeiedag, goeiedag, goedenavond. Hoe is het met u? Oh, goed, met mij gaat het prima. Nee, prima. Nou, we hebben begrepen dat op 17 oktober aanstaande het hoger beroep dient. En u bent onderzoeksjournalist. U werkt ook voor de Ware Tijd en voor andere nieuwsmedia, geloof ik. Misschien kunt u zich even voorstellen aan onze luisteraars. Ja, natuurlijk. Goedemiddag aan de luisteraars. Mijn naam is Wilfred Lewin. Ik ben ruim 29 jaar als journalist. En de afgelopen 13 tot 14 jaar doe ik meer aan onderzoek op de specialiteit politiek, economie en milieu. Ik schrijf freelance voor de Ware Tijd, Transitie-programma. En ook voor een website, dat is United News. En op aanvraag die correspondent werkt voor buitenland. Ja, nee, prima. Dus vooral de laatste 14 jaar bent u dus ook meer als onderzoeksjournalist werkzaam. En u werkt voor de Ware Tijd en nog twee andere nieuwsmedia. U hebt de zaak, ook de zaak Robert van Trikt, van nabij gevolgd. Heeft u in het verleden ook hier artikelen over gepubliceerd? Ja, voordat ik echt inhoudelijk op die vraag inga, wil ik vooraf aangeven dat mijn positie hierin puur is als journalist. Ja. Journalist voor zijn onafhankelijkheid te behouden. Ja. En daar wil ik ook voor waken. En mijn antwoorden zullen ook in die context gegeven worden. En, ja. Als journalist, om in te gaan op die vraag als journalist, heb ik alle rechtszaken rond de zaak van de Centrale Bank, dus niet specifiek Robert van Trikt, maar alle rechtszaken van de Centrale Bank, die te maken hebben met de Centrale Bank, heb ik gevolgd. En ik heb dus de dossiers van alle personen die toen daar betrokken waren, of zijn, en als verdachten waren aangemerkt, heb ik dus op nageslagen. En ik heb dus een behoorlijk wat artikelen geschreven over die kwestie. Waar ik mee, ik hoorde u aangeven in uw inleiding, dat de persoon van Trikt een politieke gevangene is. Waar ik mee dus al vanaf het begin van deze zaak en zelfs voor de laatste verkiezingen hard heb gemaakt om collega's aan te manen van laten we bepaalde zaken die zich voordienen in Suriname en waar wij als journalisten een belangrijk deel van zijn in de zin van informatieverstrekking aan de samenleving, laten we dat op een objectieve manier, objectiviteit bestaat eigenlijk niet bij mensen, maar vakterm, als we op een objectieve manier bekijken, het tegenaan kijken en het ook zo vertellen aan de samenleving. En ik maak mij sterk daarvoor om die zaak van de Centrale Bank, waar meneer Van Trikt deel van is, om dat op mijn manier, zoals ik dat vraag stel aan bronnen, om dat te brengen aan de samenleving. Vandaar mijn betrokkenheid. Ja. En u hebt een heleboel zaken gevolgd van diverse functionarissen, voorheen werkzaam waren bij de Centrale Bank. Wat valt u op bij of nou, in deze dossiers? Nou, als ik kijk naar die case van de Centrale Bank en als we het brengen in de huidige situatie, maar toen het nog een voordeel, dan zien wij dat de aanloop van die zaak gekenmerkt wordt door verschillende gebeurtenissen van die in de politiek eigenlijk zijn ontstaan. Als we kijken naar hoe de opinievorming heeft plaatsgevonden over de kwestie van de Centrale Bank, dan kan de politiek niet ontkennen en eigenlijk niemand ontkennen dat de politiek daar de opinievorming heel sterk heeft beïnvloed. En dat gedurende wat mij betreft als journalist, dat gedurende het hele proces, dat een voor zeker 90% onderdeel is geweest daarvan, van het proces en alles wat daarop heeft plaatsgevonden. En ik zeg, fortuinlijk genoeg,
blijkt nu na 2,5, na een periode, dat eigenlijk uit verschillende zaken, uit verschillende gebeurtenissen die zich gedurende de afgelopen 2 jaar hebben afgespeeld, blijkt voor mij, althans is dat duidelijk, dat er sprake is van een politiek proces. Van een politiek proces? Ja. Ja. Denkt u dat de centrale bank gepolitiseerd is? Nou, dat is eigenlijk, als u bekend bent met het vonnis van de 4 personen, ja. Met de vonnissen van de 4 personen, wordt dat door mij of door een journalist of door een politicus alleen aangegeven of door critici, maar wordt het door een, wat ik noem eigenlijk het belangrijkste deel van het proces. Het was een reden van de rechters, waarin die ook hebben aangegeven hoe de politiek en hoe instituten corrupt worden met politieke invloeden. Dus dat staat keihard ook in de dossiers en in het vonnis. Denkt u dat er meerdere mensen ten onrechte of onschuldig veroordeeld zijn, behalve Robert van Tricht? Nou, ik zeg, in het case van de centrale bank is de hele case een politiek proces, waarbij alle verdachten door een politiek proces gaan. En los van deze geruchtmakende zaak, waar eigenlijk, ik noem het, bonzen betrokken zijn, merk ik in de samenleving op verschillende vlakken dat er een zekere mate van het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen, van veel burgers in de samenleving, dat niet zeker meer is en dat het aangetast wordt, omdat vaak ook de politiek daar een vinger in heeft en je vraag kan stellen. Natuurlijk als law-abiding citizen ben je uiteindelijk zorg je voor eigenlijk het recht, maar je hoeft niet te zwichten voor de politiek. En dat is iets dat ik wel ter discussie stel. En het is jammer dat ook daar in de rechterlijke macht wordt meegenomen. Maar als die in die opinievorming, in de uitingen, in het proces en in wat zich nu de afgelopen tijd is afgespeeld en wat mij betreft politiek wordt afgehandeld, dan zie je dat er echt sprake is van een politiek proces waarbij mensen slachtoffer zijn gemaakt. En in het belang eigenlijk van politieke belangen, van partijbelangen en van personen. En als journalist kan ik gewoon daarachter niet staan. En ik vind dat het de taak is van journalisten om daaraan de rugbaarheid te geven en om mensen kenbaar te maken met wat zich allemaal afspeelt en hoe de zaken eigenlijk liggen. Overigens in het hele proces van de centrale bank hebben wij een belangrijk aspect gehad, waarbij een van de personen die is veroordeeld een internationaal instituut zegt van, hier aan ga ik mijn vingers niet branden. Want hier is sprake van een politiek proces. En jij kan als overheid, als openbaar ministerie, kan jij mij niet van overtuigen dat hier geen sprake is van een politiek proces. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is die voor alle betrokkenen in die zaak van de centrale bank wel een belangrijk aspect is. Ja, is het Openbaar Ministerie en of de rechterlijke macht onafhankelijk of worden ze nogal beïnvloed door de uitvoerende macht, door de politiek en politieke partijen? Nou, dat is een vraag die je eigenlijk tactisch moet beantwoorden. Je kan niet direct zeggen van de rechterlijke macht is niet onafhankelijk. Ze behoren onafhankelijk te werken, maar als je kijkt naar wat er gebeurt, zeker in het proces van de centrale bank, als je kijkt naar wat er gezegd wordt in de politiek, nog voordat de justitie, het Openbaar Ministerie aan het woord is gekomen, en hoe daarmee wordt omgegaan in een proces, dan krijg je wel het gevoel en misschien de zekerheid dat er iets mis is met de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Als we kijken naar bijvoorbeeld de bewijsvoering in de zaak van de centrale bank en zeker in het geval van meneer Van Tricht, dan vraag je af, waar slaat dat op? Waar is de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie? Als je kijkt naar bijvoorbeeld zaken waarvoor bijvoorbeeld de heer Van Tricht en zijn zakenpartner veroordeeld zijn, dan noem ik bijvoorbeeld de betrokkenheid van hun accountantsbureau bijvoorbeeld bij de centrale bank,
kijkt naar de wet van de centrale bank, dan is die er absoluut niet tegen. Maar verder ook nog, als we kijken naar wat het Openbaar Ministerie zelf heeft geproduceerd om het bewijs te leveren, dan zien we het Openbaar Ministerie een afhankelijk rapport die laten samenstellen door een buitenlands deskundig bureau. Dat rapport staat bekend onder het rapport Kroll. Ja, daarin zegt Kroll bijvoorbeeld, kijk, met de bedragen is absoluut niks aan de hand. Kroll zegt ook van, er is ook nog te weinig informatie aangedragen om iets verder te zeggen over de betrokkenheid van de personen. Over de opdracht die ze hebben gegeven. Maar de rechter zegt bijvoorbeeld in haar vonnis dat aan de gegeven opdrachten of aan de opdrachten van de centrale bank die toen zijn geïnitieerd, dat daar eigenlijk niets mee is in principe wanneer zij zegt dat de staat er voordeel aan heeft gehad. Dus de rechter vertaalt van er zijn handelingen gepleegd die nadelig zijn voor de bank. Dat zou in het bestuursrechten, toch, in de ambtelijke recht, in de bestuursrecht, op publieke personen die functies bekleden, daar kan ik me best voorstellen dat er fouten worden gemaakt en ernstige fouten kunnen gemaakt worden, maar dat zegt wordt van, die opdrachten zijn in voordeel van de staat. De handelingen die zijn gepleegd, zoals de financiën die zijn ook gemaakt via de centrale bank naar het ministerie van Financiën richting de regering van toen, die zijn in het voordeel van de staat. En dan moet je afvragen van, ja, wat is eigenlijk strafbaar? Want het is een belangrijke rechtvaardigingsgrond. Ja, toch? Wat is de rechtvaardiging strafbaarheid? En wat mij betreft, en zoals de advocaten ook hebben aangegeven, moet hier sprake zijn van strafrecht. Of moet hier sprake zijn van bestuursrecht. En Suriname kent geen bestuursrecht. Maar opvallend is, en dat ben ik na het proces goed gaan uitwerken voor mezelf, opvallend is dat artikel 135 van onze grondwet, van de Surinaamse grondwet, wel aangeeft wat je moet doen wanneer op bestuurlijk vlak fouten of mogelijke corrupte handelingen worden gepleegd. En dat is dat er een instantie moet zijn, artikel 135 van de grondwet, er moet een instantie zijn die dat volgens de BV, burgerlijke wet en wetboek, dat die instantie zich eerst uitspreekt en gaat uitspreken over de bestuurlijke handelingen. Dus zo is als een controleorgaan, kan je zeggen, naast andere controleorganen. Maar we zien dat regeringen op regeringen zulke instanties niet in het leven worden geroepen. En hetzelfde geldt voor die anticorruptiewet, op basis waarvan meneer Van Trik en andere verdachten zijn veroordeeld, want de rechters zeggen van die wet, die anticorruptiewet, in Suriname kent een anticorruptiewet als het gaat om corruptie. En in die wet is een uitgebreide definitie gegeven van wat corruptie is. En die corruptie hoeft niet te zijn dat je geld hebt gestolen, maar dat je weer rechtelijk voordeel hebt gehad, of dat je zodanige handelingen als publieke persoon, de rechtelijk persoon hebt gepleegd, die wel strafbaar zijn. Maar dan zegt de wet, er moet voordat het Openbaar Ministerie aan bod kan komen met het strafproces, hoort bij die wet een commissie die gaat vaststellen wat de strafbare feiten zijn, wat de corrupte handelingen zijn die zijn gepleegd, binnen welk kader ze passen, strafrecht of bestuursrecht. En pas wanneer dat recht is afgewerkt, zou mogelijk voor het Openbaar Ministerie er ruimte zijn een strafproces aan te pakken. Nou, dit vertaal ik weer zo iets als van, door al die opinievorming, nog voordat het proces is aangevangen, in de politiek, opinievorming in de politiek, dit duidt voor mij duidelijk een politiek proces is, het Openbaar Ministerie gebruik heeft gemaakt om er strafrecht te passen in de case van de centrale bank. Er moet nog bewezen worden
Wat strafrechtelijk? Was er een commissie die zich gebogen heeft over de werkwijze van de centrale bank? Dus die want die commissie zou dus in principe moeten toetsen voordat de gang naar de rechter gemaakt wordt. Precies. Die commissie, wat die duidelijk wordt aangegeven in die wet, die is nooit. Die wet is dag in 2017 aangenomen. Ja. En vanaf 2017 tot nu toe heeft niemand zich sterk gemaakt om die commissie, die anticorruptiecommissie, in het leven te roepen. Is dus een ernstig verzuim. Is een ernstige verzuim. En ik denk dat we dan gerust, als ik al deze informatie hoor, denk ik dat we gerust kunnen spreken of van een politiek proces of van een rechterlijke dwaling, een ernstige vorm van rechterlijke dwaling. Nou, voor mij is dat in beide gevallen vrij duidelijk. Zowel een rechterlijke dwaling als een politiek proces. En nu zeg ik het met de brede kant van mijn mond, omdat je als journalist het wel ter discussie mag stellen. Ik vind het een rechterlijke dwaling en er moet uitleg worden gegeven daarover. En er zijn nog meer dwalingen hoor. In het hele proces rond de centrale bank zijn er nog meer fricties waarvan ik zeg van dit duidt aan op het politiek proces. En dat is artikel 135 van de grondwet. Niemand, de regering, de overheid zich niet inzet om die administratieve instanties in het leven te roepen. Die de verrichtingen van de publieke personen en van de overheid gaat toetsen. Zo doet de regering, de overheid ook er niks aan om die anticorruptiecommissie in het leven te roepen. Het is nu ook wel een aantal keren beloofd, maar het komt maar niet. Meneer Wijn, dat maakt dat eigenlijk we tot de conclusie kunnen komen dat werken binnen de overheid onmogelijk wordt gemaakt als die commissie er niet zijn. Want dan kan politiek kan altijd gebruik maken van het strafrecht, want we hebben als een bestuursrecht om politieke vervolgingen toe te passen. En wat mij betreft is daar niet absoluut sprake van. Betekent het dat men Robert van Tricht monddood wilde maken, dat ze hem wilde uitschakelen omdat hij de witwaspraktijken wilde aanpakken of noem maar op, of dat omdat de politieke actoren zich niet konden vinden in het beleid zoals hij dat wilde vormgeven? Want men moet er zeker belang hebben, anders gaat men niet voor een politiek proces. Ja, absoluut. Bij een politiek proces is er absoluut een politiek belang. En het politiek belang heeft alleen maar te maken met monddood maken van personen, maar het heeft ook te maken met de politieke macht. Extensie, op zodanige manier dat de opinievorming tegen jouw tegenstanders op zodanig niveau is dat die inderdaad worden uitgeschakeld. En ik gebruik in mijn artikelen vaak het woord karaktermoord. Ja. Als je politieke tegenstander zodanig karaktermoord kan toepassen en het gaat leven binnen de publieke opinie, dan is dat een groot voordeel. En nu moet ik zeggen dat, zeker in het geval van dit, wat hij betreft, dat zo zie ik het, niet echt politieke backing gehad, want ik ga ervan uit dat hij, toen hij aankwam, eigenlijk een apolitieke persoon was. Ja. Een technocraat die de politiek instapt en niet echt bij een partij hoort. En met mijn 29 jaar ervaring in het beroep zeg ik dat een gewaagde en een risicovolle beslissing is. Ook al wil de partij die aan de macht door helpen, politieke backing voor zulke posities is altijd heel belangrijk. Omdat ik denk dat ook binnen die partij waar die aan de macht was toen de NDP, er ook niet genoeg duidelijkheid is, er ook oneenigheid is en niet genoeg draagvlak is geweest voor de verrichtingen van meneer Van Tricht. Maar een technocraat kan ook voordelen met zich meebrengen, want die is dan niet politiek gebonden en die op basis van deskundigheid en expertise probeert hij het beleid vorm te geven. Begrijpt u dus zonder dat hij politiek gelieerd is? Begrijpt u dus, en dat is ook een stukje onafhankelijkheid wat men nodig heeft. Ik ben daar helemaal voorstander van. Als we nou kijken bijvoorbeeld naar de technocraat die laatst de regering is gestapt, de minister van Financiën.
dan zie je daar dat hij wel politieke backing heeft gehad vanaf het begin. Ja, dat klopt. De partij heeft achter hem staan. Ik ben helemaal als een vraag kunnen we het politiek gedeelte in de regering opzoeken en een regering hebben van alleen technocraten. Maar op het moment dat de politiek erbij is, zou politieke backing voor de functionaris enorm belangrijk zijn. Ja, ja. Oké, okay, maar betekent het dat, als we even kijken, want je hebt natuurlijk de opinievorming, de mensen die de kranten lezen, de actualiteit volgen. Hoe reageert de Surinaamse bevolking op dit soort ontwikkelingen? Want als ik het zo hoor, en dat hoor ik hoor meerdere dingen, dan heb ik zoiets van, ja, die trias politica in Suriname, die functioneert niet, of het functioneert heel slecht. Nou kijk, vanaf een afstand is het misschien makkelijker om ook te praten. En het kan inderdaad zo zijn dat de politiek in Suriname op een heel slechte manier functioneert. Zeker als die niet volledig is uitgewerkt. Als de vormen van rechtsbelevenis niet goed zijn uitgewerkt. Ook in het strafrecht zien we dat er verschillende dingen plaatsvinden die eigenlijk anno 2022 niet meer van toepassing kunnen zijn. Toch, zoals bijvoorbeeld het ontnemen van je vrijheid. Het in voorarrest laten van personen. Ook in het geval van de centrale bank. Het in voorarrest brengen van personen. Toch binnen langer dan een jaar. Er zijn dingen die niet meer kunnen. En waar tegen eigenlijk een vernieuwing moet komen. Ja. Dus onze rechtspraak die heeft eigenlijk een totale hervorming nodig. En omdat dat er niet is, dan zie je eigenlijk de impact. En in deze keer is het sterk naar buiten gekomen, omdat het een terugmakende zaak is. Maar zo geldt ook voor kleine vergrepen, voor mensen die lange tijd vastzitten. Dus er is inderdaad iets mis met onze rechtspraak. Meneer Lewin, want u had het over een instantie, een buitenlandse instantie, duidde u op Interpol? Ja, inderdaad. Ja. Interpol, die heeft in de staat van de centrale bank bij een van de veroordeelden, dat is de ex-minister Hoefdraad, Heeft Interpol aangegeven van, luister, er is door het Openbaar Ministerie, dus de naam, een opsporing gevraagd. Die opsporing bij Interpol is zo, als die opsporing wordt gevraagd, gaat er een window open. En alle landen die lid zijn van Interpol kunnen daar die window bezoeken en informatie opvragen. Nou, het is aan het vragende land, dat is Suriname in dit geval, de taak om die informatie te verschaffen. Want Interpol heeft in haar structuur opgenomen dat je die informatie moet verschaffen op basis waarvan je die opsporing en uitlevering van de persoon wil hebben. Ja. Dat was de taak aan Suriname, het Openbaar Ministerie, om die informatie te verschaffen. Maar Interpol heeft ook een werkwijze dat zij hoor en wederhoor toepassen. Nou, aan die verdachte, want de persoon Hoefdraad, is toen ook dus de gelegenheid geboden om zich te verweren bij Interpol. Voordat eigenlijk die vormen van hoe de opsporing kan plaatsvinden, voordat de eerste manier van opsporing of voorkomen op de lijst van Interpol plaatsvond, heeft die namelijk verzuimd om de onderzoekscommissie van omstandig te informeren waarom zij de opsporing wil en uitlevering wil hebben, maar meer nog, de onderbouwing die ontbrak er altijd op vragen van die onderzoekscommissie door het Openbaar Ministerie. En terwijl aan de andere kant de persoonhoofdraad zich uit en treurig heeft verweerd. En Suriname niet, het Openbaar Ministerie niet. Maar erger nog, Interpol valt over heel veel politieke zaken. Zo zegt Interpol bijvoorbeeld van, hoe komt het dat jij mij hebt onthouden van de informatie dat die meneer die jij wil opsporen in een politieke situatie is waarbij hij eigenlijk twee keren in staat van beschuldiging is gesteld volgens jouw wettelijke regelingen. Twee keren, eerste keer bij die ene politieke regering en de andere keer bij die andere politieke regering. Nou, ik vind het eigenlijk
op zijn tasgezegd wil beschamen dat het Openbaar Ministerie die informatie heeft onthouden aan het Interpol. En dat de persoon die opgespoord moet worden, die zelf die informatie moet aandragen. Nou, het is een lang verhaal, het is heel veel, maar Interpol zegt op een gegeven moment van luisteren. Ik kan hiermee niet meedoen op basis van artikel 3 van mijn statuut. Dat ik mij niet kan inlaten in een politiek geschil waarbij opsporing wordt gezocht. Met het resultaat dat die opsporing wordt gecanceld, maar ook dat alle windows die toegang geven om aan landen om de persoon te arresteren, opgegeven worden. En dat vind ik echt beschamend. Ja, het is eigenlijk een zaak die ook, kunt u zeggen, internationaal gevolgd wordt. Ja, absoluut. Dus dat is het beschamende waar het op doet. Ja. De hele wereld zit te kijken hoe jij nalaat en in een politiek proces bezig bent, iemand op te sporen en de grootste politieinstantie over de hele wereld, die blameert jou. Die geeft jou een blaam. Dat is beschamend. En ik denk dat in het geval van de andere personen, meneer Van Kreet, en zakenpartner en alle andere personen, als de weg, de internationale weg gevolgd wordt, dat ook zeker tot uiting zal komen dat hier sprake is van politiek protest. Maar waar u ook op letten, zijn wat zich nu plaatsvindt in vergelijking met wat zich is afgespeeld in het proces. Kijk, er zijn na het proces, of met de komst van de nieuwe regering, hebben we een aantal zaken gehad. Waarvan je kan zeggen dat eigenlijk in de praktijk het dezelfde ambtelijke misstappen, ja, je moet maar corruptiehandeling, zijn gepleegd, waarvoor eigenlijk in de zaak van de centrale bank mensen zijn veroordeeld en nu in het gevangen zitten. En dan noem ik maar trusty news surfing. De deal met buitenlandse bedrijven. De centrale bank is deal gesloten met buitenlandse bedrijven. Maar meer nog, die deals van de centrale bank, die zijn nog nu in uitvoering. Die werken nu nog steeds. Die deals. Ja, ja. Ja. Oké. De afgelopen 2 jaren door de regering zijn geïnitieerd. Of ze zijn afgeblazen vanwege corruptieschandalen of Nieuwman SLM. Niks van die dingen zijn in uitvoering. Ja, ik denk dat er zo een aantal, sowieso een aantal dossiers kunnen noemen, hè, waarbij we allemaal onze vraagtekens kunnen plaatsen. En ook kunnen constateren dat hier sprake is van politieke beïnvloeding, politisering, noem maar op. En dat de objectiviteit geen sprake is. En waarschijnlijk komt het omdat ze bepaalde belangen behartigd, verdedigd moeten worden. Nou, noem het gerust politieke belangen. Ja, het zijn pure politieke belangen. Meneer Lewin, we danken u voor het interview. We zullen ongetwijfeld bij u terugkomen ook in de toekomst. We blijven dit heel nauwlettend volgen. En we zijn blij dat er mensen zoals u zijn in de Surinaamse samenleving, die in ieder geval nog aan onderzoeksjournalistiek doen en die ook bereid zijn bepaalde gevoelige zaken, politiek gevoelige zaken, te volgen en daar ook hun mening over te geven. Daar zijn we dus voor uitspreken. Ja, dank u wel, meneer Lewin. Tot de volgende keer. Goedemiddag. Ja.